Rubriek de week. Wat een plaat blijft het, hè? Wat een held is het ook. The Boss, Bruce Springsteen en Radio Nowhere. Hij heeft er dus gewoon eentje klaar liggen, hè? Een nieuw album. Hij zou binnenkort een nieuw album uitbrengen. Hij mist alleen nog een titel en een datum. Hij wacht tot het juiste moment. Die Little Steven ook, hè, die bij hem in de band zit, de E Street Band. Stevie Van Zandt, hij is ook strontjaloers, want hij heeft altijd een plaat af, Bruce Springsteen. En je weet, als hij hem uitbrengt, dan gaat hij ook weer toeren. Oh, fijn, fijn om lekker mee te beginnen. Radio Nowhere, Bruce Springsteen, voor een nieuwe break. De week. Voor de 25 oktober 2017. Ja, en ik heb zoveel moois voor je. Je wilt het niet geloven. Het is gewoon te veel om op te noemen. Alle nieuwe muziek. Het beste wat ik voor je kan vinden. In elk genre heb ik wel iets voor je. Tot 9 uur alleen maar nieuwe muziek. En wil jij iets horen? Vraag het dan aan via 013-534-1344. En of via de Facebookpagina kan het ook. Facebook.com/breakdeweeklog. De volgende, dat is natuurlijk altijd de plaat van de week van vorige week. En dat was Nederlands Fabrikaat, hè? De nieuwe Nas, Up to Something. Just a girl that's up to something. Up to something.
Naas. Zij deed ooit mee met X-Factor, was het volgens mij. Zij zijn nou niet heel erg ver gekomen volgens mij. Maar ze gaat nou lekker solo. Words was al een fantastisch liedje en dit is haar nieuwste single. Up to Something was vorige week de plaat van de week. En wie is deze week de... van de week. Ja, ik zei afgelopen vrijdag Chris Stapleton. Hij zou het zomaar eens kunnen worden met miljonair. Maar ik ga hem na zeker één weekje uitstellen. Want gisteren toen kwam The War on Drugs met een nieuwe video. En je weet, hun hebben het album van het jaar uitgebracht. Daar kun je gewoon niet meer overheen. A Deeper Understanding heet het. Kwam vandaag exact 2 maanden geleden uit. Nou, gisteren dus een nieuwe video van dit nummer, Nothing to Find. Geniet 6 minuten lang van de nieuwe plaat van de week, The War on Drugs. I can't move into the air.
Amerika gaat deze plaat ongelooflijk hard van Portugal The Man en Feel It Still. Hun zijn eigenlijk de nieuwe Supertramp, zo zou je het wel kunnen zeggen. Iedereen kent de muziek, maar niemand kent de band op 4 in Amerika. En in Nederland is er nou ook de hitparade binnengekomen. En ik denk dat het nog wel eens een grotere hit kan gaan worden. Want je hoorde hem al ruim een half jaar geleden. Maar nu wordt het dus een grote hit in Amerika. Is het een grote hit in Amerika? En doet hij nou ook steeds meer in Europa? Ja, goede zaken. De nieuwe van Portugal The Man, Feel It Still. Daarvoor de plaat van de week. En die is deze week voor The War on Drugs. Tweede keer dat ze hem scoren. Eerst met Pain en nu dus met Nothing to Find. Het is woensdagavond. En ga er eens even helemaal lekker voor zitten. Lekker lui op de bank. Pak er een kop thee bij. Of een lekkere warme kop chocomel. Net waar je zin in hebt. En denk helemaal even helemaal nergens aan. Want dit is de nieuwe Fink. And not everything was better in the past. Am I vintage? Because my life is analog. And is it retro to read on the metro, put a record on? And is it passé to think I ain't seen enough? And is it old school, baby? Still feel stuck. Just a memory. Then suddenly tears come rolling down. Babe, don't worry. Just remembering. Not everything was better in the past. Oh no. Not everything was better in the past. And am I dating? 'Cause I shout at the waves, asking the questions that I'll never get answers for the rest of my day. And am I jaded by the notches on my belt? All I know is where I've been.
how it felt. So when the memory comes suddenly, tears come rolling down, babe, don't worry, no. Just remembering not everything was better in. Gonna make it histories, 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 make it.
De nieuwe van Odessa en Leon Bridges, Across the Room, brengt een stukje soul in deze nieuwe Break de Week. En daarvoor hoorde je de nieuwe Fink, Not Everything Was Better in the Past. Zometeen het album van de week, ook nog de hit die geen hit is geweest, maar eerst het muzieknieuws van de dag. Maar natuurlijk Fats Domino, die is overleden op 89-jarige leeftijd. Hij was een van de grootheden van de rock'n'roll sinds de jaren 50. Hij trad onder andere op in de Sullivan Show. Hij heeft veel betekend voor de rock'n'roll, de zwarte muziek en de stad New Orleans. Daarover zometeen nog meer. Je hoort ook zometeen nog een track van hem. En natuurlijk is het de dag, de woensdagavond, dat er een nieuwe Franz Ferdinand is. Natuurlijk alweer een tijdje geleden dat die mannen iets hebben uitgebracht. Maar er is natuurlijk, er is nou eindelijk nieuw materiaal. Je kent ze natuurlijk nog van Take Me Out, Do You Want To, Love Illumination. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En ze hebben, nou echt een paar uur geleden, ik denk vier uur terug, hebben ze een nieuwe single gedropt, zoals dat mooi heet. En hij is dus net ietsjes anders. Always Ascending, de nieuwe Franz Ferdinand.
transcending, always and always and always ascending, positive progression, but say love is more precious than gold. It can't be bought and it can't be sold. I got love enough to spare that makes me a millionaire. I got a woman with eyes
nieuwe van Chris Stapleton. Hij is een countryzanger. Hij komt uit Amerika en hij heeft dit jaar in Amerika heeft hij de twee best verkochtende albums in de countrylijsten. Dus hij staat op één met zijn laatste album, From a Room Volume 1. En zijn debuutalbum staat dan op 2. En er komt een vervolg van From a Room. Dat gaat dan Volume 2 natuurlijk heet. En dat komt uit op 1 december. En dit is daarvan de nieuwste single. En die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Millionaire heet die. En 1 december dus een nieuw album. En Millionaire, die nieuwe single, die is geschreven door Solomon Burke. En die kun je misschien nog kennen van een klein hitje uit de 80's. Echt maar een heel klein hitje. Volgens mij 37 of zo in de top 40. A Change Is Gonna Come. En hij heeft ook die van de Blues Brothers geschreven. Everybody Needs Somebody to Love. Die heeft hij ook geschreven. En Chris Stapleton die heeft hem nou gecoverd. Zometeen nog de hit die geen hit is geweest. Een liedje dat we allemaal kennen. Een stiekem klassieker, maar dat niet in de top 40 of top 50 heeft gestaan. En waarbij je toch telkens weer denkt van, huh? Net zoals Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Nou, dat soort liedjes zijn allemaal nooit een hit geweest in Nederland, maar we kennen ze wel allemaal. Dus die komt er sowieso nog aan. En ik moet ook nog even zeggen, voor Chris Stapleton en Millionaire hoorde je de nieuwe van Franz Ferdinand. Zometeen dus de hit die geen hit is geweest, maar nu eerst het album van de week. Ja, en de eerste single, dat was ook meteen de allereerste plaat van de week in dit programma. Courtney Bennett en Kurt Vile. Courtney en Kurt, maar dan niet die uit de jaren 90, maar die van nu. Over Everything, nou die heb ik dus helemaal grijs gedraaid hier. Het was de perfecte synthese van beide stijlen. Aanstekelijke eigen zinnen en achterloos virtueloos. De samenwerking lijkt een logische, want in een solowerk hebben de 29-jarige Australische en de 37-jarige Amerikaan textueel navelstaren op soortgelijke wijze tot kunst verheven en hun nasale stemgeluid daar perfect op afgestemd. Het album Lotta C. Lies dat staat vol met gorddroge gesprekjes en bespiegelingen. Helaas zijn de twee iets te veel uit hetzelfde hout gesneden om van een meesterlijke samenwerking te kunnen spreken. Maar hij is absoluut vermakelijk, niet geniaal. Ik ga twee tracks voor je draaien. En dat zijn Blue Cheese. En die hoor je na deze. Geniet van Out of the Woodwork. Het album van de week is deze week voor Courtney Manette en Kurt Vile. I was busy underwater, trying hard to hold my breath. A drowning spider caught my eye and I had to come up for air. Just because you're older than me doesn't mean you have to be so condescending. I still see the same things that you see. I'm a little shady on my history. I am known. Good at saying everything on your mind.
It must be tiring trying so hard to look like you're not really trying at all. I guess if you're afraid of aiming too high, then you're not really gonna have too far to fall. I am normally afraid forgiven, but only if you are. Getting old.
Courtney Manette en Kurt Vaal. En het album van de week, Lotta Silais, Blue Cheese. Zo heet dit nummer, is eigenlijk het enige up-tempo liedje. En daarvoor hoorde je Out of the Woodwork. En de plaat van de week is deze week van The War on Drugs. En in de eerdere bezetting zat Kurt Vaal daar ook in. Dus mocht je The War on Drugs leuk vinden, dan vind je dit waarschijnlijk ook iets. Album is, pak een beet, bijna 2 weken oud. En deze week album van de week. Meer een Courtney Bennett liedje, hè? Want dit is iets meer up-tempo. En Courtney Bennett is ook wel iets steviger dan Kurt Vaal. Lotta Silais is deze week het album van de week. Oh, en ik heb nog veel meer wat ik aan je moet laten horen. Sowieso nog een hit die geen hit is geweest. Ook nog eentje natuurlijk van Fats Domino. Maar nu eerst, de nieuwe van Paloma Faith, Cry Baby. Zullen we voor de baby gaan? Oh, it's okay to be a little broken and beat. But I'm alright with that. You're with me, relax. And you call it weak. Baby, you're just unique. Come out of the black. Never hold it back. Oh,
Het verhaal is naar buiten gekomen dat zij haar kind genderneutraal gaat opvoeden. Paloma Faith kwam al met de ene na de andere goede plaat. Bijvoorbeeld Can't Rely on You, samen geproduceerd door Pharrell Williams. En binnenkort zal er ongetwijfeld ook een nieuw album komen van Paloma Faith. Nieuwe single heet Cry Baby. Eerder dit jaar, op 18 maart 2017, werd al bekend dat rock'n'roll legende Chuck Berry is overleden op 90-jarige leeftijd. Maar eind van de middag, dus nog niet zo heel lang geleden, is ook bekend dat Fats Domino er niet meer is. Hij is 89 jaar geworden. En Fats Domino, dat was een hele grote. Hij heeft veel betekend voor de rock'n'roll, zwarte muziek en ook zijn geliefde stad New Orleans. En het is een groot gemis, want hij was in de jaren 50, in de jaren 60, was hij de meest verkopende Afro-Amerikaanse artiest, gewoon ooit. En hij staat ook in de lijst van Rolling Stones grootste artiesten, staat hij volgens mij op volgens mij nummer 15 of zo, nummer 25, daar ergens tussenin. Fats Domino, hij was dus een groot man, niet alleen voor de rock and roll, maar ook voor mijn muzieksmaak. Bijna alles wat deze man heeft gemaakt, dat hoor je weer terug in de artiesten van nu. Fats Domino, dit is zijn bekendste. I found my thrill. Fats Domino, hij werd 89 jaar. Dit is zijn bekendste Blueberry Hill. Ik heb er nog eentje voor je. Het is een hit die geen hit is geweest. Een liedje dat bekend is, stiekem een klassieker, maar nooit in de top 40 of top 50 is beland. En we gaan dit keer terug naar het jaar 1976. En het is echt waar. Dit werd nooit een hit. Nee, het kwam niet verder dan de tipperaden. Heb je dat woord weer? Blue Oyster Cult, sluiten we vandaag mee af. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Dit is Don't Fear the Reaper. Take my hand, don't feel the reaper. We'll be able to fly, don't feel the reaper.
Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch. Dit is het lokale Omroep Goorle nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In een huis aan de Reuzel in Goorle heeft vanmiddag voor de derde keer in 3 maanden brand gewoed. Iedere keer ging het om brand in een meterkast. Wat er deze keer in de brand...